Hey, welkom bij Ongezouten. Zoals je kunt zien op mijn thumbnail, ja, ook wij zijn niet gespaard. Ja, ik dacht dat ik het niet ging hebben. En mijn vrouw dacht dat ook. Maar ja, we hebben corona gehad. En wel ja, recent bijna genezen. Hoe hebben wij dat beleefd? Mijn vrouw iets moeilijker of mij. Ik daarentegen, ik heb er 2 dagen last van gehad. 2 dagen echt ziek geweest. Maar echt, even te zeggen van... En in mijn zetel en in mijn badjas. Ja, zo 2 dagen aan de stek, maar ik heb wel goed geslapen alle keren. En dat is wel het voordeel eraan. Hoe zieker dat je bent, hoe beter dat je slaapt. Dus weet je dat uit, en dan is dat gedaan. Hè. Ik weet dat niet. Alle keer dat ik een valling heb, of een klein griepje, of een griepje, dan is dat bij mij altijd maximum 3 dagen dat ik goed ziek ben. Maar dat was al heel lang geleden dat ik ziek geworden ben. Maar ja, dan ineens plots word je ziek en ja, testte je al en dan heb je corona. Hè. Ik dacht dat veel erger ging zijn. Maar kijk, ja, het bewijst nog maar een keer dat vaccins werken. Vooral diegenen die nog altijd antivaxxers zijn. Ik kan u zeggen... Waarschijnlijk moest ik mijn vaccins niet gehad hebben. Ik heb ze alle 3 gehad. Moest dat niet gebeurd zijn. Had ik waarschijnlijk in het hospitaal gelegen. Waarschijnlijk. Ik durf dat natuurlijk niet zeggen 100%. Hè. Je weet dat nooit hoe dat lichaam reageert. Bij iedere mens is dat anders. Maar ik heb er nu nog last van hoor. Het is al een tijdje geleden dat ik er al van genezen ben. Maar ik heb er nog last van ze. Ik heb nog altijd een vrij droge keel. Nog altijd af en toe wel een keer hoesten. Maar naar het schijnt blijft dat in haar lijf 3 maanden aan een stuk. Dus moest je nog alle keren testen. Zou het nog altijd positief zijn. De week, volgende week en de week daarna en de maand daarna zou het nog altijd positief zijn. Mijn vrouw daarentegen heeft het wel goed zitten gehad. De hele week goed ziek. De hele week. En dat is geen neut, hè. Mijn vrouw is geen neut. Maar als die zegt dat ze ziek is, is ze wel degelijk ziek. En soms valt mijn stem ook weg. Dat is ook een neveneffect, dacht ik. Ja, ik heb er nog eens wat probleempjes van. Maar kijk. De keer dat het gaat, hè. Eigenlijk ben ik blij dat ik het een keer gehad heb. Dan weet ik niet wat dat is. Natuurlijk, voor de mensen die in het hospitaal liggen, aan de beademingstoestel, ja, dat zijn meestal de ouderen. Het zijn ook wel jongeren, hè, tussen de 20 en de 40, dacht ik. Ja, ik beschouw me nog altijd als jongeren. Tussen de 20 en de 40 zijn er ook die in het hospitaal liggen aan de ademhalings... maar die hebben meestal, oftewel hebben ze astma, oftewel hebben ze een andere aandoening. Ik weet dat niet. Maar ik geloof wel in de vaccins. Ik ben blij dat ik ze gehad heb, mijn vrouw ook waarschijnlijk wel. Ze heeft dat eigenlijk nog niet zo letterlijk gezegd tegen mij, maar ik denk wel dat ze wel blij is. Dat die vaccins gezet geweest zijn. Het pijn dat mijn vrouw er is. Ah nee, er is post. Oké. Ik denk dat kussen toegekomen is. Goed, ik kan er hier heel kort in zijn. Ik had het erger verwacht. Veel erger verwacht. Maar uiteindelijk, ja, moet ik volgende week weer gaan werken. Hè. Dat is het gewoon. Dus, ja. Maar kijk, voor diegenen die het hebben, toi. veel DAFA gaan slikken, veel neurofans. Het is al dat je kunt doen, hè, eigenlijk. En zie hoe dat lichaam reageert. Hé. Als dat slechter is of dat ik had, dan is dat een spoedopname misschien zeker. Ik weet het nog niet. Maar we moeten dus een beetje voorzichtig zijn nu.
Voor mijn werk moest ik een PCR-test gaan halen. Voor reglementair te zijn, om thuis te zijn natuurlijk. Er is een verschil tussen isolatie en quarantaine. Mijn vrouw zit in isolatie, omdat ze het nog altijd deed. Ja, kom binnen, zeg. Mijn video versturen. Ik ben juist over haar bezig. Ik weet het. Doe maar weer. Dus ja, maar ja, ik ging ver af rond. Dus er is een verschil tussen isolatie en quarantaine. Dus quarantaine is dat je het gat hebt, maar dat je 7 dagen in quarantaine moet en je mag niet buiten. Jawel. Maar je mag wel buiten. Er zijn sommige dingen met mondmasker op. Met mondmasker op. Ja, ik zie dat niet zitten. Maar goed, ja, het is nou zo. En isolatie is als je het nog altijd hebt. Als je nog altijd de symptomen hebt van corona. Dan moet je niet buiten. Dan is dat gewoon huisarrest. Je moet dat afzonderen van alles en iedereen. En je moet dat afzonderen van alles en iedereen behalve mij. Ja. Dus ja, we kunnen dat niet meer overbrengen naar elkaar, hè, omdat we dat alle twee gehad hebben. Jij hebt dat aan mij gehoord. Maar ik ben altijd een drager. Zij zegt dat ik altijd een drager ben, maar dat is eigenlijk niet waar. Dat is zo wel. Zij kunt dat even goed gehad hebben. Dat is niet. En mij overgezet hebben. Dat is niet. Maar ik was eerst ziek. Ja, dus voor de gij gaat een drager. Ik word een drager. Ik word een drager weer, ja, sorry. Hè. Ja. Voilà. Maar dat was dus wat voor onze coronatoestanden en zo. We zijn wel bijna volledig genezen. Hè. Bijna. Gelijk dat gezegd. Jij bent lastig. Ik ben lastig. Ik ben altijd al lastig. Nog niet oprollen, want ik ga dat... Ja, maar zo is dat hier aan het kapot doen. Ja, ja. Er is niet een voorzien van katten. Dus ja, ik ga afronden, jongens. Dat was het voor deze vlog. En ik zie jullie in de volgende video van Ongezouten. Wat dat gaat zijn, dat weet ik nog niet. Oh ja, mijn kat. Pas op van mijn micro. Hè. Ja. Allee, zeg. Allee. Ja, ja. Allee, ja, tuurlijk dat. Voor degenen die Zeus nog niet gezien hebben, dat is Zeus. Oh. Dat is mijn... Lucky. Onze recentste kat. Lucky. Van Egypte. Zeuske. Zeuske. Ja, dat is de liefste dat je maar kunt voorstellen. Zo'n knufler, zo'n plakker, man. Dat is een plakker. Hier, nog een kat. En we hebben nog een kat. Hier, zo. Onze bombast. Ze zeggen allemaal dat dat een Maine Coon is, maar dat is niet waar. Dat is strootkat. Een Maine Coon. Een Maine Coon. Dat is een serieus een beer, man. Hé? Dat is een lieve, hè. Ja, dat is serieus een beer. Hier. Hier, bij een moed. Die twee komen niet goed over hier, hè. Allee. Wat ga je nou doen? Ja. Goeie ver afsluiten, jongens. Hé? Wat ga je ermee doen? Allee, toen dat had nog maar een keer. Ja. Allee, mijn boel afbreed. Goed, dat was het. Dat is Neil. Hey! Woehoe! Corona bitches! Voilà. En zijn aan het ver. En die is dit vanuit mijn camera. Jongens, toch, dat hier de chaos. Allee, ben weg. Ben ermee weg. Ik ben ongezouten. Ja, en tot de volgende. Yo.